Ja, de tijdsdruk binnen dit gebouw, dat was 18 maanden. Enorme uitdaging. Normaal doe je dit ongeveer in 36 maanden of 40 maanden. Dus wat wij gepresteerd hebben, dat is eigenlijk buitengewoon. EMA die zorgt ervoor dat de medicijnen die op de markt gebracht worden, gemaakt zijn volgens de voorschriften en de procedures. De onderste drie verdiepingen van het gebouw is één groot conferentiehoord met diverse vergaderzalen. En het hoge gedeelte is alleen maar kantoor. Nou, je ziet dat we daar nog volop aan het afwerken zijn met onze schilder. Laten we zeggen, dat zijn de laatste dingetjes waarvan we zeggen, jongens, we maken het nog even netjes. En dan lopen we zo de grote vergaderzaal in. Op het moment dat we de tender gewonnen hadden, zijn we op alle fronten tegelijk begonnen met het verder maken van het ontwerp. We hebben gekozen voor de glijbekisting omdat dat een techniek is die 24 uur per dag doorgaat. En wij wilden heel graag voordat de winter ging beginnen klaar zijn met de kern. We hebben het project samen met Dura Vermeer gedaan. We hebben elkaar kunnen vinden in de kracht van beide bedrijven. En dat is tot op de dag van vandaag uiterst succesvol. Hier kun je nog exact zien wat de hectiek van een werk betekent, wat je in de helft van de bouwtijd moet bouwen. Je ziet daar verderop zie je de lampen hangen die boven de leestafel moet hangen. De plafonds zitten nog open omdat het ingeregeld moet worden. En de wandmeubels zijn we nog aan het maken. Dus hier gebeurt eigenlijk alles. En wat je hier ziet, hebben we dus de afgelopen 17 verdiepingen naar beneden ook zo meegemaakt. Wat mij aanspreekt in dit gebouw is natuurlijk dat er enorm veel aandacht geschonken is aan de daktuin. Ja, de tuin die wordt voornamelijk van water voorzien door regenwater. Dus er zit een hele buffer onder deze vloer. En door een mechanisme wordt het regenwater opgezogen in die plantvakken. Dus dit systeem is eigenlijk helemaal zelfsupporting op hele droge zomers na. En vanuit de daktuin is het begin van die enorme verticale groene muur. Wat mij betreft de eyecatcher in het gebouw is. Wij hebben hier uiteindelijk, ik heb ze niet nageteld, 52.000 plantjes in die groene wand zitten. Ja, die heb je eigenlijk in heel Europa, misschien zelfs al in de hele wereld, nog niet gezien. Tijdens de ruwbouwfase, daar hebben we een lichte staalconstructie tegen de beton aangeboord. En daar zaten allemaal haakjes aan. En daar hebben we één voor één een bakje van ongeveer een meter bij 50 centimeter met groene plantjes ingehangen. Het is echt een kolossaal mooie groene wand geworden. Extreme ballen, Mark. Ja, heb ik een leven carrière niet hebben. Ik ook niet. In die 38 jaar dat ik al werk, nog nooit meegemaakt. Je bent nog een broekje, want ik heb net uitgelegd dat ik het al 40 jaar doe. En ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Kijk, kijk. Ja, ik ook niet. Ik heb het ook het is wel een hele prestatie die we met z'n allen hebben gemaakt. Ik heb maar weinig aannemers meegemaakt die zo veel lef hebben om in dit soort avonturen te stappen. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen wel een uitdaging zou moeten zijn om bij Heijmans te werken. Dat heeft mij in ieder geval, ik werk er nu 10 jaar, ik vind het fantastisch.